De herinrichting van het Marelplein in het centrum van Maassluis kost meer dan eerder werd gedacht. Het college van burgemeester en wethouders trekt €240.000 extra uit voor het project, onder meer vanwege een onvoorziene bodemsanering. Dat bedrag komt bovenop de 7 ton die er nu voor ingeboekt staat. Inmiddels is de weg langs het Marelplein geopend. Het plein zelf, dat deels gebruikt zal worden als marktterrein en deels als parkeerterrein, wordt naar verwachting in juli opgeleverd.